Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog van Joyce en JD. Wij zijn hier vandaag op het Animal Event. En hopelijk vinden jullie deze video leuk. Doe een duimpje omhoog. Veel kijkplezier. Doei. Yay! Ook helemaal op de hele pagina? Ja. Oh, ik maak het. Ja, ik laat het bij mij op. Ah, dankjewel. Wat ben je, lief hondje? Ga je zo lief doen tegen iedereen? Ja! Ja, we hebben net onze eerste demonstratie gehad. Best wel veel publiek voor een vrijdag. Ja, vond ik ook, ja. Helaas was het qua tijd een beetje krapjes. Dus we hopen dat het morgen beter gaat. Maar ze deden het super goed eigenlijk. Ja, ik ben ook heel tevreden. Ja. En boven de unicorn heen gesprongen. Yay! Okay. En nu gaan we even snel lunchen, want anders dan missen we dat. Want dan missen we altijd door de drukte. Dus we gaan even tussendoor, nemen jullie mee naar de lunchroom. Yay! Okay, hier heb je de plattegrond van het evenement. Waar moeten we? En dit is de pennypiste. Even kijken hoor. Dat is onze stand. Dat zijn onze stallen, volgens mij. Oh nee, dat is onze stand. Nou ja. Ik wil zeggen, wat is een puur stal? Dit is onze stand. Dit is Klein Hoeper. Oh ja. Dat zijn wij. Ja. En waar moeten we lunchen? Oké, en we zijn nu hier. En we moeten daar ergens lunchen. Niet met die? Die is ook. Die is ook eten. Dat is dichterbij. Waar? Nee, oh ja. We moeten binnen. Weet je dat nog? Ja, we moeten zo. Halte, safaribus, zo, zo. Oké, tot zo. Oké, we zijn nu backstage. Hier is het lekker rustig. En kunnen we tussendoor naar... Jij noemde het de lunchroom. Ja, meer waar je als, niet als bezoeker, als standhouder en deelnemers kunt eten. Ja, kan eten. Want anders moet je over het hele terrein. Het hele terrein is echt zo zigzaggend. En wij gaan hier rechtdoor. Als het heel druk is, dan is dat voor ons niet fijn om over te lopen. Super. Dus nou wordt de deur voor ons open gedaan. Ik zal even draaien. Okay. Waar is het binnengedeelte dan? Ja, kamer 2. Ja. Safaribus. Oké. Okay. We zeggen het echt al jaren dat we met die safaribus mee willen, maar we hebben gewoon geen tijd. Nee. Oké. Okay. Af en toe is het voor ons even puzzelen waar we heen moeten, want af en toe wordt het per jaar ook de plattegrond een beetje veranderd. En nu ziet het er iets anders uit. Maar goed, hier zijn dus geen mensen. En we hebben lunchbonnen, dus we gaan lekker eten. Als we straks weer heel ver moeten, gaan we voor zo'n ketting in. Een gator. John Deere, hoe heet zo'n ding? Gator. Oké. Nou komen we bij de volgende poort. Nou moeten we wel een klein stukje door het publiek, maar zo druk is het nou niet. Jeroentje. Jeroentje. Je wordt gefilmd. Maar even bij Jeroen kijken. Natuurlijk als iedereen er is. Erik en Sascha staan al klaar. Met Jippie en Pip. En zij zijn Jip en Pip. Erik laat de hond los en kijk eens hoe goed getimed. Enthousiast roepen, Jippie wordt geroepen en daar komt Jippie. En ik vind het leuk om te zien dat jullie hier allemaal zijn. Ik vind het leuk om te zien dat jullie zo enthousiast reageren op dit. We komen hier al 3 jaar en toch verdwaald. Ik wil het zo. Mag ik het dan doen? Volgens mij kost het geld. Ja. Oh my god. Nou, we hebben het eindelijk gevonden. En we gaan even lekker eten. Oké, ik ga even filmen wat we gaan eten. Allemaal broodjes. En... vleeswaren en kaas. Wat ga jij nemen? Ik ga broodjes nemen en soep en een ragout. Oh, daarachter staan ook allemaal dingetjes. Ja, dat ga ik nemen. Die is lekker.
koffie. Oké, okay, ik moet ook even een bordje hebben. Ja. Kijk eens. Oh, niet scherp. Weet je dat ik ooit een keer zo'n soep kom in de soepplaat dan? Ja, dat was bij een restaurant. Toen liet JD een hele kom in zo'n soeppan vallen. Oepsie. Okay. Lekker tomatensoepje. En een broodje met boterhamworst en kipfilet. En nog een broodje met ham en kipfilet. Nou, inmiddels lopen wij weer terug naar de lunchroom. Want we hadden voor de mannen in de stand hadden we lekkere lunchpakketjes gemaakt. Maar nu zijn we de vleeswaren vergeten. Die hebben we op tafel. Dus Rebel mag even met ons mee. Mee naar de keuken. Rebby! En het begint te regenen. Het is best wel grijs nu. Maar daar schijnt alweer een beetje de zon. Dus laten we positief blijven. Dan gaan we even terug. Rebel wil ook. Maar die hoeft niet. Die wil gemasseerd worden. Echt cool. Kom. Joyce zit in de studio. Heb je wat? Oh, mag ik hem op de kant zetten? Nee. Oh, hij staat niet scherp. Ja, doe. Mama, je kunt de foto gewoon downloaden hoor. Over een paar dagen. We zijn een beetje aan het filmen. Rebel, mag je de foto? Mag ik een keer? Oh, mooi. Oh, kijk nou. Ik kan daar niet kiezen, we gaan er niet doorheen maken. Oh, mag ik? Kijk nou. Gebroken nek. Oh. Ja, leuk. Gebroken nek? Ja, bijna wel, ja. Ik denk, ik ben jou kwijt, maar jij zit er niet hier. Ik ben naar binnen gelopen. Ik kan mensen checken. Ballenbak. De ballenbak. Oh ja, hier, die kleine, dat is voor Rebel. Ik kan ze ook nog een record zetten van hoe snel ze iets vindt in de ballenbak. Ik denk dat ze het heel eng vindt. En anders laten we haar eerst wat proeven, dan kan je daar doen. Oké. Okay. Okay. Is het ook al voor Rebel? Kijk, ja, lijkt me leuk. Kijk eens. Kan ze dit gewoon zo eten? Ja hoor, dus, het is rundvlees. Rundvlees, nou. Rebel! Zie? Ruik is. Oh, i. Nee. Blijf er niet. Rebel! Roos, die gaat ook wel zitten. Lekker! Lekker? Oh, weg. Hapslik weg. Nee, ik heb het niet. Joyce heeft het. Lekker! Het is niet te veel in één keer, dan moet je straks echt ik wil ook geen eten meer te hebben. Ga bij mij zitten, nu doet het ook. Farm food fresh. Ja, simpel gehad. Oh, heerlijk. Ook in de ballenbak? Ja. En de tijd gaat in. Zodra ze in de ballenbak zijn. Ja. Ze hebben het gevonden, dan spreken we weer vooruit. Ja. Oké, dan moet ik anders zijn. Ja. Oké. Dan gaan we even laten ruiken. Kom maar zoeken. Dat is spannend. Gek hè? Dat is wel mooi hè? Die balletjes studeren niet meer. Balletjes. Oh, ze zijn wel twee van. Je mag hem er ook in tillen hoor. Als ze het spannend vindt. Oeh. Gaan we zoeken. Oké, we lopen nu even naar de paardjes. En het leuke is, als ik naar Bo toe ga, dan gaat ze hinneken. Dus ik ga kijken of ze het wil doen. Als ik haar dan roep, dan gaat ze hinneken. Zo schattig. Ik heb een hobo. Bo! Bo! Oh, hi! Was ik er weer? Super schattig. Ja. Ook in de horse charms is het lekker druk. En we hebben Bo inmiddels klaargemaakt voor de show. Hè? Want wij zijn team roze. Yay. Dus zij heeft leuke bloemetjes al in. Want we gaan straks de crazy challenge show
doen. De show die we dit jaar, of eigenlijk vorig jaar, ook op Horse Event hebben gedaan. We hebben nu ietsjes aangepast, want we hebben Revenge mee. Dus ik ben heel benieuwd. Ook in de staart een mooi bloemetje. Ja. Dan heb ik een heleboel bloemetjes op reserve. Want ze sneuvelen altijd wel een paar. En aangezien we 3 dagen de show moeten geven, is het wel handig als we wat extra's hebben. Nou, hier is Joyce. Ik ga even opzetten. Oh, schat. Hey, Rief. Oh, ik heb je net hooi gegeven, Rief. Nou, Revenge is er ook klaar voor. Team Geel. Team Geel. En de ballonnen zijn er klaar voor. Nou, hopen dat Bo er klaar voor is. Want ik heb het sinds onze laatste show niet meer geoefend. Dus ik ben heel benieuwd of ze gaat kapot stampen. We hebben een lekker troepje. Dus we gaan nu eventjes naar de showpiste. Even alles afleveren. En dan gaan we rustig die kant op. Dus let's go. Loopt ze met het plankje. Ja, als ze nu knappen, dan hebben we gewoon een probleem. Ja, maar het is nu niet echt warm. De vorige keer knapte ze door de hitte. Er is nu nog een rassendefilé. Ik laat even een. Ja, is goed. Als ze weggaat, en de banners. Oh, daar kan je wel kijken. Zelfs een hond bij Horse Charms. Hey, hondje. Hi. Knappert. Nou, we gaan zo meteen kijken naar een leuke carousel. En vandaag zijn Andrea. Joyce. Joyce, gaat ie? Hoi. Hoe ging het? Ik was je kwijt. Oh, nou, wat er gebeurde is, wij het laten liggen. Toen wou ik hem als beloning geven. Maar toen ging hij ineens zitten. En toen, ja, ik weet niet, hij deed niet echt. Het haakte. Ja, maar het filmen. Ja, ik zou maar gewoon zeggen, ik denk het gewoon maar weet. En toen heb ik een heel klein vlakje bij mijn nagel hier. Oké. Dus ik ben nu in de ambulance. Wat heet dit? Oh. Een EHBO-unit. Dus, we hebben ook even meegemaakt. Dus maar ik. Nee! Ik heb extra verband. Oké, okay, voor als het. Dan hebben ze een jaar. Oké. Zijn ze gewoon een cursus aan op jou voor. Maar goed, oké. Okay. Ik ga weer. Ja. Zo, je mag weer mee. Je bent. Dit moet jou ook weer overkomen, hè? Jongen, jongen, jongen. Je hebt gewoon bloed overal. Ja. Ja, je touw zit ook helemaal onder het bloed. Ja, ik probeerde met het touw elke keer, want het bloed stroomde eruit. Want dat is bij mij gewoon zo'n heel klein wondje. En dan gaat het bloed er echt uitstromen. En ja, er was een meisje van mijn team, die was aan het filmen. Ik dacht, ja, die moet niet filmen dat er een bloedbad is. Een bloed? Er was ook iemand foto's aan het maken met een spiegelreflect. Ik dacht geen close-up van mijn vinger. Dus ik moest het verbergen. Heb je een nieuwe functie hier? Ja, ik neem even de functie van speaker over. Ja. Moet je serieus wat zeggen nu? Weet niet. Ik ga toch even op muziek laten zien wat ze kan. Dus wat mij betreft kan de muziek aan en dat klopt het. Thank you.
Thank you.